Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een autostuk. Een autostuk speciaal voor een bruiloft. Superleuk. In al liefde. Ik heb daarvoor hele mooie houders hier voor me. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Slag met een autostuk voor een bruiloft. Daarvoor gebruik ik deze houders. De Oasis autohouder rondella, als ik hem goed uitspreek. En die heb je in verschillende maten. Het voordeel is dat hij een zuignap heeft. Let er altijd op dat de zuignap op een schone ondergrond komt. Vaak voordat vaak bij een bruiloft wordt de auto in de wax gezet. Dus het is even belangrijk dat je even een droge, schone doek meeneemt. Dat je hem even van tevoren daarop schoonmaakt waar je hem neerzet. Want omdat het altijd best wel vettig is. Even een tipje tussendoor. Hier zit dus een zuignap op. Je bevestigt hem op de auto, trek je hem uit elkaar en dan zit hij gewoon goed vast. En wat ook altijd belangrijk is, is dat er nooit te hard met een auto gereden mag worden. Hè? Je kan hem er elke keer gewoon weer afhalen en weer opzetten. Dus bij lange stukken zeg ik altijd, haal hem er even af. Dan heb je geen risico. Je hebt verschillende maten dus die je zou kunnen gebruiken. Maar die zuignappen, het werkt gewoon echt heel erg goed. En ik ben daar heel tevreden over. Hè? Het voordeel van dat hij rond is, is dat als je bijvoorbeeld een biedermeier maakt, dat je de basis eigenlijk al heel mooi rond hebt. Dus je maakt jezelf ook makkelijker mee. Maar hierop kun je ook gewoon prima een langwerpig stuk of wat dan ook steken, wat je ook maar wil. Vandaag gaan we hem mooi opmaken, dus ik zou zeggen, kijk gewoon gezellig mee. Je kan hier dus een biedermeier van maken, dus een bolletje, maar je kan hem ook langwerpig opsteken. Dan heb je hem iets aparter en dat gaan we vandaag doen. We beginnen met de basis van het blad onderop. Deze doe ik even dubbel en zet ik even vast met een ijzerdraadje. Die doe ik echt helemaal onderaan. Want als ik hem hier bijvoorbeeld zou doen, dan kan het zijn dat het de motorkap beschadigt. Daar moet je echt rekening mee houden. Dus alles voor de veiligheid van de auto en dat er geen beschadigingen zijn. Je knipt dus ook het ijzerdraadje even kort af. Steekt hem omhoog. Zodat het ijzerdraad niet op de auto krast. En dat doe ik aan beide kanten. Het blad en aspidista blad op draad zetten. Er komen speciale video's online, dus dat ga ik even stap voor stap uitleggen. Misschien staat hij al online als je deze video kijkt, dan zou ik hem linken en anders komt hij snel. Knip ijzerdraad nooit met je snoeischaar. Gebruik dan wel echt even een draadtang. Zo hou je je gereedschap echt mooi. Aan de zijkant doe ik even een wattiaatje. En ik steek hem iets naar beneden, zodat hij mooi verbindt met de auto. Dat je geen vliegend stuk op de auto krijgt als het ware. Hou daar rekening mee. En dit spray ik in met Floralife bladglans. Dan steek ik het fascia nog even iets vast. Doe ik gewoon door een tak door het fascia eigenlijk te steken. Maar dan gaat hij niet vliegen, maar blijft hij mooi naar beneden. En verbind je hem mooi met de auto straks. Dan maak ik even een aantal stukjes. Ook deze komt apart in de video, stap voor stap uitgelegd. Er staat ook al een losse video van online, maar er komt ook nog een update van. Dan gaan we
verder. En voor de lange uiteindes gebruik ik ook altijd lange bloemen en meer in een puntvorm. Je kan eventueel ook iets van rozen of zo gebruiken, maar op deze manier versterk je die vorm. En je kan ervoor kiezen om het gelijkwaardig op te steken. Je kan er ook voor kiezen om verschillende groepen te maken. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Zorg dat je het goed diep wegsteekt. Heel belangrijk, omdat er best wel veel druk op een bloemstuk komt als het eenmaal op de auto zit. Bovenin doe ik mooie rozen. Ik snij alles heel goed schuin aan. Dat is heel belangrijk. Zoals jullie weten hou ik ervan om bloemstukken apart te maken. En daarvoor gebruik ik nu gras. En ik vind het ook leuk om vlechtwerk toe te voegen. Ik voeg zo met z'n drieën toe in het een beetje midden. Zodat ik ermee naar de zijkant kan werken. Dat doe ik op 4 punten. Dan vlecht ik die drie bij elkaar. Dus daar maak ik eerst een vlecht van. Vind je vlechten nou lastig? Ben je er niet zo goed in, kan je het ook gewoon bij elkaar pakken. Maar ik vind het wel een mooi effect geven. Zoals je kan zien. En dat doe ik met beide, met alle vier de grassen die we net erin hebben gestoken. Aan het einde maak ik de vlecht af. Voor een keer het grasje eromheen te doen en er dan doorheen te halen. Dus dan maak je als het ware een klein voorzichtig knoopje. Stevig gras, dus dat is goed geschikt. En dan mag je met alle vier doen. Bevestig ik die twee weer naar elkaar en dan haal ik het door elkaar heen, dus waar je net een knoopje hebt gemaakt. Daar doe ik weer het gras doorheen, zodat het weer bij elkaar komt. Eventueel kan je met een klein ijzerdraadje of misschien zelfs met het grasje de grassen weer vastmaken aan een andere bloem. Dan is dat weer mooi bevestigd. Dat doe ik ook aan de andere kant. Dan laat ik nog even wat grassen vanaf het midden lopen naar
de buitenzijde en die bevestig ik ook daar weer aan. Die laat ik gewoon los en naartoe lopen, dus die vlecht ik dan niet. Je kan eventueel ook eventjes vanaf iets verder het bevestigen. Kan je weer door het grasje heen vlechten en daar bevestigen. Let op dat je dit wel weer goed en stevig doet, omdat er best wel veel vaak wind tegen jouw bloemstuk aankomt. Dus het moet echt tegen een stootje kunnen. Bij twijfel extra bevestigen. En ik haal hem dus weer door de vlecht heen. Als je hier de vlecht hebt, kan je hem er zo doorheen halen. Hè? Als je een beetje los zit, dan doe je gewoon weer even een knoopje. Soms kan je hem er ook gewoon doorheen halen. Dubbel doorheen weven. En op deze manier hebben we echt een heel mooi bruidsbloemstuk voor op de auto. Net even anders dan anders door het gebruik van grassen en materialen. De kleuren zijn natuurlijk heel mooi bij elkaar. Die lila pastel tinten. Ik ben er gek op en het geeft gelijk al een mooi sfeertje. Ja, en zoals je kan zien steek ik hem elke keer op groepen een beetje weg. Maar hierin kan je zelf spelen. Dat is het leuke aan dit soort stukken. Je kan je gewoon lekker zelf mee aan de gang gaan. Als je de basis goed hebt, kan je die aanhouden qua vorm. En dan ga je eigenlijk altijd heel goed als je dat aan blijft houden. Ik hoop dat ik jullie weer wat leuks heb kunnen laten zien. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je nou de houder bestellen? Ik zal hem toevoegen aan de webshop. Hieronder vind je het linkje waar je het dan kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en we zien we de volgende keer weer. Doei!